allemaal, daar ben ik weer. Ah, dit keer echt leuk, leuk, leuk. Echt, ik weet dat de mensen heel erg zitten te wachten op dit filmpje. Ik hou ondertussen onwijs vocht vast, je ziet het. Ik ben helemaal pafferig. Het is gewoon bloedheet en benauwd. Maar kwartelkuikentjes, jawel. Ik ga het je allemaal laten zien. Ik ben er echt helemaal verguld mee. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon oma geworden ben. Van hele piepkleine schattige kuikentjes. Veel kleiner dan kippenkuikentjes. Want ja, kwartels zijn natuurlijk veel kleiner dan kippen. En de eitjes zijn ook maar zo. Ik had ze in de broedmachine gegooid. Ik dacht over een paar dagen. Nu over een paar dagen. Dan zouden de eerste wel komen. Maar blijkbaar waren ze al iets verder toen ik de eitjes kreeg. Dus vandaag werden er kuikentjes geboren, jawel. En ik dacht, ah, met 1, 2 of 3, nou ja, 2 of 3, niet eentje, dat vind ik zielig, maar 2 of 3 was ik al blij mee geweest. En dan dacht ik, nou, 3 dat zou ideaal zijn, 1 haantje, 2 hennetjes. Maar het zijn er een paar meer geworden, tot nu toe. Ik ga het je allemaal laten zien. Ik hoop dat je ervan geniet. Ik weet dat de mensen echt op zitten te wachten op dit filmpje. En één dame die heeft vanmorgen al meegekeken. Ik ben helemaal blij, jongens. Kwarteltjes, we gaan kijken. Jongens, er wordt van binnenuit. Oh, ik hoor ze zelfs. Horen jullie dat ook? Er staan eitjes op uitkomen, jongens. Je ziet nog niks, maar ik hoor gepik in eitjes, in meerdere eitjes. Ik zie in sommige zie ik al een klein butsje komen. Zoals hier. Ik hoor driftige gepik, dus er komen er, ik denk in elk geval meer dan 3 uit. Ik hoor zelfs kleine chilipjes eruit komen. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Kleine pikgeluidjes, heel klein, heel zachtjes, maar je hoort het wel degelijk. Daar zitten ook wel scherfjes vanaf, zien jullie dat? Ze zitten echt kuikentjes aan te komen. Een hele lading piepkleine kuikentjes. Superleuk dit. Nou, we moeten er even water bij gevuld. Ik ga filmen zodra er weer wat te zien is. Nou, ik heb de eitjes maar even op katoenen servetten neergelegd. Dat als ze eruit komen, dat ze niet met hun pootjes door die voor kwartels veel te grove roostertjes zakken. Dus hopelijk komen er vandaag gewoon een stel kuikentjes uit. Ik had net een eitje vast en dan voelde ik echt dat geknisper en getik en het leven van een kuikentje dat uit het eitje probeert te komen. Zo leuk. Ik ben helemaal verliefd. Nu al. En dan heb ik nog niet eens een kuikentje gezien. Kijk, bij deze zie je het goed. Zie je dat? Ik ga nou gauw de deksel er weer op doen. Dat ze lekker warm blijven. Tot straks. We houden het in de gaten. Nou, kijk eens. Hier zien we... Oh, wow, help. Kijk, hier zien we een buitengewoon ijverig kuikentje. En het piept. En we zien zijn snaveltje. Zien jullie dat? Ja, moppie. Kom maar je eitje uit. We hebben vreselijk de behoefte om te gaan helpen. Laat toch liever de natuur zijn gang gaan. Oh, kom maar snel, kuikentje.
kuikentje zit te piepen in dat eitje. En te pikkeren aan het eitje. Kijk, daar ligt hij. Tikt er allemaal stukjes schaal af. Jongens, kijk dan. Eén poepie eruit. Ik moet zeggen, ik heb een beetje geholpen, want op een gegeven moment was er een pootje en een kopje was eruit. Maar de rest ging gewoon niet verder en die vliezen die waren gewoon hartstikke taai. Kijk dan, die is helemaal uitgeput. Bij de rest zit er nog wel beweging in, et cetera. Maar er gebeurt even weinig. Ik zet snel deksel er weer op, anders krijgt dat babytje het koud. Nou, hier is het rennetje van hekdelen van de kroeg. Is natuurlijk nog helemaal niet klaar. Er moet nog gaas aan de binnenkant tegenaan komen. Eigenlijk zou het dit soort kuikengaas moeten zijn. Dat hele fijne gaas. Dat ligt wel op de bodem nu. Dat was het enige wat ik had. Dat had ik een tijdje geleden gekregen van Bea en Jelte. Waarvoor nog steeds heel erg bedankt. En het oude hondenhokje staat erin. Dus dat wil ik nog eventjes dicht gaan maken. En daar nog een extra wandje in plaatsen. Dakje erop. Een deurtje klein maken. Ik heb daar al een kleiner deurtje gemaakt. En daar kan ik dan eventueel door naar binnen. Om eventueel eitjes te pakken. Of iets naar binnen te gooien. Whatever. Maar er moet nog echt gewoon gaas hier tegenaan komen. Want ja, kijk, het zijn zulke grote gaten. Nou, als mijn hand er doorheen kan, dan kunnen er ook gewoon kwarteltjes doorheen. Hier hou je geen kwartel in binnen, zeg maar. Nou heb ik nog wel wat gaas, maar dat is voor het gewone kippengaas. Gewoon dit. En dat is, daar moet ik het maar mee doen. Moet lukken. En dan die stokken die hier bovenop liggen. Deze moet nog even vastgezet worden. Daar komt uiteindelijk dat stuk golfplaat komt er overheen te liggen. En er moet nog één dwarse stok in het midden komen. En dan wordt dat het rennetje van de kwarteltjes. Met wat leuke bergplekjes en weet ik wat allemaal. Leuke nisjes en zo wil ik erin maken. Misschien een paar plantjes erin zetten. En dat moet hem dan gaan worden, jongens. De enige pest is, ik heb dus niet eens een deurtje. Dus ik moet echt even gaan bedenken hoe ik dat ga doen. Of ik dan dit hele deel gewoon zo hou dat ik dat open kan maken om erin te duiken. Kijk, als ik hem... wil niet eens lekker dicht. Maar goed, hij kan dicht. Maar ja, dan blijf je wel met zo'n kier zitten. Kijk, dat is niet de bedoeling. Dus er moet echt kippengaas in. Ik moet wat bedenken. Dit is nou zo'n trapje dat ik erin kan stappen. Iets, maar ik verzin wel iets. Dat golfplaat gaat er overheen. En dan heb ik best een leuk hek van ongeveer 2x2. En dan is het nu nog even afwachten. Hallo Floydie. Hoeveel kuikentjes eruit gaan komen? We gaan kijken. Want eentje is er al uitgekomen. Dus. We gaan... Oh, ik word helemaal onder de voet gelopen door de poes en de hond. Ik ben oma geworden vandaag. En er komen er nog meer aan. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Alle kuikentjes. Echt superleuke. Piepklein. Zo schattig. Ik ben echt helemaal verliefd op elk kuikentje wat ik tot nu toe al heb gezien. Nou. Ik heb net even wat... Oh, holy shit. Jongens, we hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Och, hier een piepertje kleintje. Die heeft een kopje er nog in. Ach, kind. Zo beter. Kom maar. Op het servetje. Kijk, hier ligt een heel klein oelepetoetje. Hoi, lievertje.
Er zijn er al een paar die rennen al echt rond. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hebben we er al. Jezus, jongens. Even kijken, waar laat ik al die schilletjes? Hier. Hallo moppies, wat zijn jullie schattig. Die is ook leeg, yes. Oh, kind. Kom eens hier, heel kleintje. Die is er net uit. Hier is er nog eentje uit aan het komen. Oh, die zit vastgeplakt aan het eitje. Oh, shit. Oh, ik moet even een kuikentje helpen. Die zit vast met een vleugeltje aan het ei. Kijk er, jongens. Zo'n klein piepertje. Hoe schattig is dat dan? Hallo, kleintje. Volgens mij is dit Coco. Coco. Coco gaat lekker. Hier. Een schoon bakje in. Allemaal gaan ze erin. Alles wat droog is. Oh. Maar lekker hier bij je broertje. Of je zusje. Weet ik veel. En dan zet ik lekker de waterkoker. Die staat lekker aan. En die zet ik er dan als kruikje bij. Met een handdoekje eromheen. Zodat ze zich niet kunnen branden. Dat ze het wel lekker warm hebben. Ik heb geen warmtelamp. Tenminste, ik heb wel warmtelampen. Maar ik heb er niet de juiste... hoe heet dat? Fitting voor. En dat kost me ook even te veel stroom. Dat zijn hele grote, zware lampen. Dat is me even te veel. Kom maar hier, kleine oelepetoetje. Kijk dan. Kijk dan, jongens. Hoe schattig. Hier, lekker bij de wriemelende bende. Hoeveel hebben we er nou? Ik ben het helemaal kwijt. Ik wilde ze tellen en dat heb ik helemaal vergeten. Nou ja, ik kan straks kijken hoeveel eitjes ik nog over heb. Hallo, poepie. Kijk dan. Is dat schattig of wat? Ik vind van wel. Deze mag nog wel eventjes in de broedmachine blijven. Die gaat nog niet zo lekker. Kijk, die heeft het nog even een beetje zwaar. Die heeft allemaal... schilletjes en zo aan zich geplakt zitten. Dat groeit er vanzelf al vanaf. Die mag nog eventjes blijven. En ik weet niet of dit nou allemaal nog op... of hier wat zit te gebeuren. Even een eitje luisteren. Zie je? Oh, deze. Ja, kijk eens. Hier komt de snaveltje iedere keer naar buiten. Dus er komt er nog eentje aan. En hier komt er nog eentje aan, jongens. Kijk, die heeft al helemaal rondom zich er doorheen gepikt. Je moet alleen nog eventjes het hoedje er vanaf duwen. Hoe leuk is dat? Eens even kijken. Is die er al helemaal doorheen? Nou, die wachten we nog gewoon even rustig af. Ik zet het deksel er weer op, anders krijgen ze het veel te koud. Hoe leuk is dit, jongens? En dan moet ik eventjes iets bedenken. Ben je ondersteboven gevallen, Oekie? Ach, lievertjes. Ik heb hier wat kuikenvoer voor ze staan. En morgen gaat hier wat water in. Dat hebben ze nu nog niet zo nodig. Ik ga even het kruikje neerzetten. Zo, de barbecue roosters erbovenop. Kunnen ze allemaal lekker onder het doekje of gewoon lekker rondlopen. Het is hartstikke warm in de keuken. Als ze het koud hebben, dan kunnen ze daar lekker onder kruipen. Dat is ook
warm van de waterkoker. Die gebruik ik gewoon als kruik. Dat heb ik met kippenkuikens ook gedaan. Dat vind ik prima. Dus, nou, ik ben benieuwd wat het gaat overleven en wat niet. Ik heb al gezien, er zitten een paar bij waarvan ik denk, dat is een beetje zwakjes. Maar ja, ik heb nog niet echt ervaring met kwarteltjes, dus we gaan het beleven. Maar leuk spul zo piepklein, of niet? Super schattig. Gaan jullie al eten? Lijkt me sterk. Ik heb me aan alle kanten ingelezen. En op YouTube gekeken. Dat komt wel goed zo. Het is hier hartstikke warm. Zo even kijken hoe warm. Nou, het is hier bijna 25 graden. Dan zouden ze het toch lekker moeten hebben. Dat ze hier niet zitten te stikken of zo. Onder het lappie. Nee, kijk eens. Die hebben het ook lekker naar hun zin. Wie had dat gedacht? Ik had het wel gehoopt natuurlijk. Maar ja, je weet maar nooit met wat eruit komt. Hè? Altijd maar afwachten. Maar zo'n hoge score had ik niet verwacht. Ik had echt gedacht, ik denk nou 1, 2 of 3. Ik denk, dan ben ik al blij. Maar ze poppen als popcorn uit hun eitjes. Helemaal leuk. Nou, diegene die net al wel helemaal het eitje rondom had ingepikt. Die is er nu uit aan het kruipen. Die andere kleine oelepetoet, die loopt nog een beetje te hannissen. Volgens mij zag ik dat eitje bewegen. Dus daar komt er nog een aan. En hier zie je het. Die is hier al aangepikt. Dus er zit er nog een aan te komen. Dus dan zou de score op 16 komen. Dat is gewoon heel veel meer dan ik verwacht had. Hoe leuk is dit dan, jongens? Zijn ze schattig of wat? Kijk jij maar eens even in de camera, kleintje. Je bent een beetje een kluns. Je bent een beetje een klungelen kwarteltje. Ja. En jij? Jij bent nog hard aan het vechten om uit je eitje te komen. Dus vermoeiend, hè, schat. Hoor je al die piepgeluidjes? Dat hoor ik nou dus de hele tijd. Hoe schattig is dit, jongens? Deze die gaat echt niet zo lekker, geloof ik. Oh, kijk. Weer vechten om eruit te komen. Zet hem op, moppie. Kom op, je kan het. Met een vechtertje. Wat een knokpartij. Hé? Deze die ligt meer op het ruggetje en een beetje raar te doen dan dat het nou echt een handig kuikentje is. Ja, je wil een leuk eigenwijs koepie hoor. Hé? La Calimero wel. Een stukje eierdoppie op je koppie. En voor degenen die denken van, ah, oh, zo zielig in de broedmachine, dan krijgen ze hun mama helemaal niet te zien. Nee, dat klopt. Maar dat is niet zo erg. Want vogels geven over het algemeen toch geen borstvoeding. En kwartels die
in het wild moeten broeden, die doen dat niet zo heel erg goed. Dus er waren de meeste van die eitjes gewoon niet uitgekomen. Dus nu hebben ze in elk geval het leven. Maar als je denkt van, Daan, hoe verzin je het weer dat ze hun moeder niet gezien hebben? Ja, dat is niet mijn verzinsel. Er was laatst iemand die had echt gewoon zo gereageerd ergens. Toen ik de eitjes in de broedmachine had gedaan. En die reageerde ergens op dat filmpje met van, nou, ik vind dat echt helemaal niks. Want zo zielig, dan krijgen ze hun moeder niet te zien. Leren ze hun moeder niet kennen, zoiets. Ja, dan denk ik van, maak je nou een grapje of ben je nu serieus? Nee, ze was echt heel serieus. En dan denk ik, ja, je kan ook een beetje doorslaan. Hé? Kleine hummy. Nou, die vecht nog wel eventjes door, denk ik. En die tuimelt nog wel eventjes door. Oh, kijk. Kom op, moppie. Je kan het. Kom er maar uit. Zit je broertje of je zusje in dat ei niet zo te pesten? Een beetje klunzige pootjes jij. Weet ik niet of er echt iets mis mee is of... Je moet gewoon op je voetjes gaan staan, mop. Je moet op je voetjes staan. Klunzigste kuiken wat ik mee heb gemaakt. Ik had even een middagdutje gedaan. En dan word je wakker en dan heb je opeens een heleboel kuikentjes. Echt superleuk. En gewoon in een goedkope broedmachine. 2 of 3 keer per dag zelf de eitjes draaien. Voorzichtig. En de laatste 5 dagen niet meer. 4, 5 dagen. Dan moet je ze gewoon met rust laten. Gewoon laten liggen die eitjes. Maar ze moesten nog een paar dagen. Maar blijkbaar waren ze al iets verder toen ik ze kreeg. Dus ik heb een paar dagen winst. Omdat het opeens een stuk eerder is. Leuk. Ik vind het echt leuk spul. Kwarteltjes. En begrijp me goed, ik leef zelfvoorzienend. Dus het gaat me niet alleen om de eitjes, maar uiteindelijk worden er ook gewoon kwarteltjes geslacht. En dan waarschijnlijk niet van deze batch. Maar als die op een gegeven moment weer jonkies zouden krijgen en ik heb op een gegeven moment veel te veel kwarteltjes. Ja, dan gaan er dus echt wel kwarteltjes de pan in. Nou ja, voor degenen die dit stuitend vinden. Ja, heel jammer. Maar... ik moet ook altijd heel erg huilen als ik een prei uit de grond trek. Dat vind ik ook doodzielig. Ik ben hartstikke gek met mijn beestjes. Maar sommige beestjes zijn er nou eenmaal gewoon om van te eten. Of dat nou van de eitjes is. Of van de slacht. That's life. En als ik alleen op groenten en droge crackers moest leven. Dan had ik echt helemaal de energie en de kracht niet om alles te doen wat ik hier op een dag doe. Ik niet. Jij misschien wel. Dat is heel erg mooi, maar ik niet. Ik heb al genoeg aandoeningen. Als ik vegetarisch of nog erger veganistisch ga eten, dan val ik zo'n beetje uit elkaar. En geloof me, ik heb het geprobeerd. Dus ik heb gewoon echt die eiwitten, proteïne. Ik heb het gewoon nodig. En het leuke is van kwartel-eitjes, die zijn trouwens nog veel gezonder dan kippen-eieren. Er zitten veel meer vitamine en mineralen en proteïne in. Ineens zo'n klein eitje. Zo'n klein eitje. Hoe schattig is dat? Ik vind die eitjes echt superleuk. Ik hoop dat er heel veel hennetjes zijn en dat er misschien maar 1 haantje bij zit. Dat zou het allermooiste zijn. Maar dat zal natuurlijk wel niet. Oh, kijk eens lievertje, je gaat al een beetje beter. Je wordt al een beetje sterker in je gekke flapvoetjes. Ja, komt geen steek verder. Zit je misschien vastgeplakt? Even kijken. Moeten we even kijken.
Ja, je zat een beetje vastgeplakt. Je zat een beetje vastgeplakt, Moppie. Kom er maar uit. Hop, hop. Hier zie je al die kleuren doorkomen. Zo'n wildkleur met streepjes. Hartstikke leuke beestjes. Zo. Ja, kind, doe maar rustig aan. Je bent natuurlijk helemaal uitgeput, hè. Nou, jongens, ik ga dit filmpje uploaden. Want er zijn mensen die zitten er echt met smart op te wachten. En dan wil ik zeggen, iedereen de hartelijke groeten en bedankt voor het meeleven. Doe even duimpjes omhoog in YouTube en de groepen. En laat een reactie achter als je dat wil. En als je dat niet wil, dan niet. Maar als je dat doet, gedraag je. Dat doe ik ook. En bedenk dat het over het algemeen gewoon om meningen gaat. Ja, ik moet morgen even kijken. Even wat geld bij elkaar schrapen. En dan ga ik alvast even zaadjes en pitjes voor ze kopen. Meelwormen die ik heb, die kan ik ze ook gaan geven. Gewoon in kleine stukjes gehakt. Jawel, levende meelwormen ga ik in stukjes hakken voor de kleine oelepetoetjes. Helemaal leuk, jongens. Ik ben helemaal verliefd. Kijk dan, wat een schatjes. Liever worden ze niet gemaakt. Zo. Lekker opdrogen en warm blijven. Gaan we nog even hier kijken. Ja, kijk dan, jongens. Gaan gewoon in het voerbakje liggen. Zet je smeerlappies. Zijn ze leuk dan of niet? Ik vind van wel. Ik ga het filmpje uploaden. Hartelijk bedankt voor het kijken. En ik wens je een hele fijne dag.